Liberalen geloven heel sterk in samenwerking. In het kader van het eigen land, maar ook in het kader van Europa en op wereldvlak. Wij geloven heel sterk in het belang van samen nastreven van veiligheid, vrede en vooruitgang. En in die zin hebben we van onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog actief bijgedragen tot de uitbouw van liberale organisaties, zowel op wereldvlak als op Europees vlak. En wij hebben ook grote figuren geleverd aan Europa, de wereld en het liberalisme. Denk maar aan Willy de Klerk, grootcommissaris geweest, Karel de Gucht, grootcommissaris, Guy Verhofstadt, onvervangbaar in het Europese landschap, heel onbescheiden mag ik zeggen, ikzelf. 6 jaar lang voorzitter Liberaal Internationale, 6 jaar lang voorzitter van de Europese Liberale Partij. En allemaal samen kunnen we fier terugblikken op de uitbouw van het liberalisme op Europees en wereldvlak.